Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Duurzaamheid, doet u daaraan? En is Breda duurzaam? Vraag op Straat vraagt het aan u. Ik denk het wel. Ik scheid heel consequent. Dus plastic bij plastic en kranten bij kranten en glas. Ja, wat eigenlijk moet gebeuren, dat doe ik zoveel mogelijk. Ja, en u had het over zonnepanelen? Ja, die hebben we op dak gelegd, want we hebben een heel mooi dak op het zuiden. Dus we leveren terug aan het net. En zelf gebruik ik heel weinig stroom. Als het niet hoeft, dan doe ik het niet. Strijken doe ik niet, ik ga er bovenop zitten. Nou, ik probeer erop te letten om producten te kopen die op de goede manier gefabriceerd worden. En niet in die goedkope landen met kinderarbeid en zo, dat soort dingen. En wat grondstoffen die zonder al te veel rotzooi worden geproduceerd. Dat is heel netjes. En afval scheiden, dat soort dingen? Ja, dat ook natuurlijk. Daar word je wel een beetje toe gedwongen tegenwoordig. Je krijgt wel, binnenkort krijgen we 3 containers, geloof ik. Nou is het wat onhandig, vind ik, omdat je alles apart moet scheiden en je weet niet waar je moet laten. Maar ik denk als we 3 containers hebben, dat het dan een stuk makkelijker wordt. Oh, afval. Plastic doe ik allemaal apart. In een zak heb ik speciale zakken voor. En als je vol is, gaat je in de plastic container. En eten weggooien, dat doe ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus dat doe ik nog steeds niet. Ja, dat wel. En waar ik er iets aan kan doen, dat doe ik dan natuurlijk. Met van allerlei dingetjes die ik thuis opsla en bewaar, apart scheid, noem dan maar op. Ja. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk bij na te denken dat ik zo weinig mogelijk wegwerp artikelen koop. En hoe zou de stad Breda duurzaam kunnen worden? Of heeft u er al voorbeelden van wat Breda doet aan duurzaamheid? In de architectuur had het in het verleden wat beter gekund. Tegenwoordig vind ik dat de stad Breda mooie dingen neerzet die lange tijd meegaan. Nou, hoe duurzaam Breda is, weet ik niet. Maar ik heb wel gezien dat ze dus bij McDonald's in de bij het NAC-terrein in ieder geval, dat ze daar een fors aantal zonnepanelen gaan neerleggen. Dus Breda werkt er wel aan. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik wil heel graag weten hoe duurzaam dat u bent. Dank u wel voor het kijken en graag tot een volgende keer.